Met verzekeringen kunnen we ons beschermen voor de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. Een autoverzekering, brandpolis en familiale verzekering zijn er de bekendste voorbeelden van. Maar wat als een van de partners in een gezin wegvalt? Zijn ook de gevolgen daarvan verzekerd? Ik vraag het vandaag aan Marnik de Roze van NN Delta Lloyd. Meneer de Roze, welkom. Het is niet het meest voor de hand liggende onderwerp, maar wat kunnen de gevolgen zijn als een partner of een ouder komt te overlijden? Ja, indien je morgen plotseling komt te overlijden, dan valt een belangrijk deel van het gezinsinkomen weg. En dan stellen zich een hele hoop vragen voor de overblijvende partner. Kan hij of zij alleen de hypotheek wel verder blijven dragen? Kunnen de kinderen hun studies wel afmaken? Kan de overblijvende partner het gezinsniveau wel verder alleen handhaven? Voor de afbetaling van de hypotheek is er waarschijnlijk geen probleem, omdat vaak een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten. Maar voor de studies van de kinderen en de levensstandaard van het gezin zijn er veel minder zekerheden. In zo'n geval is het natuurlijk wel een moeilijke vraag van ja, wat is het te verzekeren bedrag en welke dekking heb je dan nodig? Een mensenleven is natuurlijk van onschatbare waarde. En het bedrag hangt natuurlijk af van wat je precies wil verzekeren. Maar het eerste uitgangspunt is de levensstijl van het gezin. En wat is nu precies die levensstijl van het gezin? Wel, je hebt het huis met de facturen voor gas, water en elektriciteit. Je hebt de wagen, je hebt de reizen, je hebt de studies van de kinderen, je hebt de vrije tijd. Allemaal zaken die je eigenlijk vanuit het professioneel inkomen gaat financieren. En net door het overlijden valt dat professioneel inkomen gedeeltelijk of zelfs volledig weg. Kunnen we dat concreet maken met een cijfer? Over welke bedragen spreken we dan? Wel, ik geef een voorbeeld. Stel een man van 40 jaar met een netto maandelijks inkomen van 3000 euro. Als je dit bedrag zou willen verzekeren tot de pensioengerechtigde leeftijd van nu 67 jaar, dan kom je toch al hou tot een duizelingwekkend bedrag van 1 miljoen euro. Mensen hebben in sommige gevallen wel een groepsverzekering via de werkgever die daar een stuk in tussenkomt, maar dat zal nooit zo'n hoog bedrag zijn allicht. Nee, dat klopt. Loontrekkenden hebben vaak een groepsverzekering waar het deel overlijden ook voorzien is. Maar zelden of nooit kom je tot 1 miljoen euro. Een bijkomende dekking is vaak aangewezen. En zelfstandigen moeten natuurlijk voor zo'n dekking zelf zorgen. En dan spreken we uiteraard over een overlijdensverzekering. Is dat eigenlijk een dure aangelegenheid? Wel, een overlijdensverzekering is in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken niet zo'n dure verzekering. Als we opnieuw ons voorbeeld nemen van onze 40-jarige man die een overlijdenskapitaal indekt van 1 miljoen euro, dan komen we aan een premie van nog geen 100 euro per maand. Uiteraard is dit een type voorbeeld en zal de reële premie uiteraard afhangen van de individuele situatie van de verzekerde en van de genomen waarborgen. U sprak daarnet dat de noodzaak er eigenlijk vooral is voor zelfstandigen. Ik neem aan als zij zo'n dekking aangaan dat er ook wel een fiscaal voordeel is. Klopt helemaal. Zelfstandig bedrijfsleiders kunnen de premie door de vennootschap laten betalen en genieten op die manier van een fiscaal voordeel. En dan wordt de kost van die premie wel heel klein. Een heel kleine kost voor toch wel een grote gemoedsrust. Zijn er eigenlijk nog andere dekkingen waar bedrijfsleiders misschien te weinig aan denken? Zeker, ik denk dan aan de overlijdensdekking om het aandeelhouderschap binnen de vennootschap te houden. Het is namelijk zo, wanneer een van de vennoten komt te overlijden, dan gaan de aandelen over naar de nalatenschap. Dat is misschien niet meteen de meest ideale situatie. En hoe los je dat dan op? Wel, de oplossing is vrij eenvoudig. De vennoten komen op papier overeen dat bij overlijden van één van hen de overblijvende vennoten het voorkeurrecht krijgen om de aandelen van de overleden vennoot in te kopen. De erfgenamen moeten daarvoor correct vergoed worden. En daarom gaat elke vennoot apart een overlijdensdekking aan om dat bedrag te verzekeren. Dit is zo'n typisch voorbeeld waarom overlijdensdekkingen ook voor ondernemers het verschil kunnen maken. Meneer de Roze, hartelijk bedankt voor uw toelichting. Dank u wel. En u, dames en heren, bent bedankt voor het kijken. Hier zetten we een punt achter de reeks Z Insurance. Ik zie u graag binnenkort terug.